Het verwachte zicht is, zoals u waarschijnlijk ook al vernomen heeft, nog niet optimaal te doen. Dat hoorden reizigers de gezagvoerder vanochtend omroepen. Door de dichte mist moesten ze soms wel 4 uur lang in het vliegtuig wachten voordat hun vlucht kon vertrekken. Andere reizigers hadden meer geluk. Zij werden met bussen naar vliegveld Wezen in Duitsland gebracht en konden van daaruit hun reis vervolgen. Eerdere vluchten die waren al gecanceld en dus waarschijnlijk konden ze het allemaal al opstarten, zeg maar, om het voor ons wat soepeler te laten lopen. Wij hebben niet eens gemerkt. Wij hebben direct gehoord dat wij kunnen met de bus en onze koffers pakken. Dus voor wie valt het eigenlijk wel mee? Ja, voor ons valt het mee. We hebben door het duty free geshopt en met whisky door naar Duitsland. Nou, we zouden om 11:30 vliegen, dus voor ons valt het mee. Maar er zijn mensen die zitten al sinds 7 uur vanochtend hier, weet je wel. Dus, bent u niet bang dat u nu ook 3 uur moet wachten in een vliegtuig voordat u vertrekt? Nou, dat hoop ik niet. We gaan nu in ieder geval naar Duitsland, dus dat hebben ze mooi geregeld. Maar ja, de vraag is maar hoe lang we daar moeten wachten natuurlijk. Rond het middaguur was de mist voor een groot deel verdwenen en kwam het vliegverkeer langzaam weer op gang.